Ja, je kunt afvallen met gember. De kronkelige wortel is geen wondermiddel, maar helpt jou zeker een paar kilo kwijt te raken. Wil jij meer informatie over afvallen met gember? In deze korte video vertel ik je alles over. Gember is een populair ingrediënt om mee te koken. Het komt al jaren voor in Nederlandse en Aziatische gerechten. Het is de wortel van de gemberplant en staat ook wel bekend als de gemberwortel. Je kunt gember kopen als wortel, in poedervorm of verwerkt in allerlei producten. Tal van drankjes en belegsoorten bevatten gember. Dat is niet zo gek. Gember heeft een sterke, maar voor velen een lekkere smaak. Je houdt ervan of niet? Maar wat maakt gember zo gezond? Gember zit vol vitaminen en mineralen. Denk hierbij aan verschillende vitaminen B en C, ijzer, magnesium en zink. Stuk voor stuk onmisbare stofjes voor jouw lichaam. Ze dragen bij aan een goede stofwisseling, spierwerking en bloedsomloop. Daarnaast bevat gember bijna geen calorieën en is het een fijne smaakmaker. Hoe kun je afvallen met gember? En dan nu antwoord op de grote vraag, hoe kun je afvallen met gember? Ervaringen laten zien dat dagelijks gember eten of drinken helpt bij afvallen. Maar, wat doet het precies? Gember zorgt voor minder honger. De University of Columbia deed onderzoek naar de effecten van warme gemberdrank op het hongergevoel. Wat bleek? Proefpersonen die dagelijks warme gemberthee dronken, hadden minder honger. En dat is handig als je wilt afvallen. Op het internet lees je vele ervaringen van mensen die afvielen met gember. Gember zorgt voor een stabiele bloedsuikerspiegel. Je bloedsuikerspiegel is belangrijk tijdens het afvallen. Is jouw bloedsuikerspiegel te laag, dan gaat jouw lichaam op zoek naar suiker. Oftewel, je krijgt trek in zoetigheid. Maar, bij een te hoge bloedsuikerspiegel verbrandt jouw lichaam geen suiker meer. Dit komt omdat er genoeg suiker in jouw lichaam zit om energie uit te halen. Gember is goed voor de stofwisseling. Gember helpt ook je darmen goed op weg. Het zorgt er namelijk voor dat de alvleesklier extra hard zijn best doet. Die maakt meer enzymen aan die suikers en vetten afbreken. Ja, je leest het goed. Gember zorgt dat je lichaam vet en suiker verbrandt. Hierdoor gaat de inhoud van je maag ook sneller naar jouw darmen. Dat is prettig, want zo raak je een opgeblazen gevoel snel kwijt. Hoeveel gember moet je per dag eten om af te vallen? Helaas is het niet duidelijk hoeveel gember je op een dag moet eten of drinken. Mensen die al ervaringen hebben met het goedje, drinken elke dag een paar koppen gemberthee. Of ze verwerken het in hun eten. Wil jij ook afvallen met gember? Probeer elke dag een beetje gember te eten of te drinken en kijk wat het met je doet. Gember kan je net dat extra duwtje in de rug geven tijdens het afvallen. Maar om nou te zeggen dat gember een wondermiddel is? Nee, dat niet. Het beste recept voor effectief en blijvend gewichtsverlies is nog altijd een goed voedingspatroon. Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad.